Suzie's voor de Suzie's van de sfeerbeelden vandaag en autofocus. We zijn binnen. Waar is, Mandy is er ook. Ik heb geen mascara op. Maar Mandy heeft geen mascara op, dus die houdt niet zo goed op beeld. Die had tegenlicht, dus viel mee. Maar we zijn er weer. We zijn weer in Disneyland Parijs. En eigenlijk de eerste keer na Florida. En zoals jullie het net eigenlijk al zien. Is die hoor. Dus we gaan even voor Mandy nog even kaartjes halen dat ze naar binnen kan. Het is druk. Disneyland Parijs heeft besloten om, terwijl de rest van de wereld op 18 november Mickey's verjaardag viert, op zijn verjaardag zelf, dat zaterdag kan het ook gewoon. Gewoon prima. We doen het op de... En dat doe je dan ook zo een dag van tevoren. Ja, dat geeft niet. Een dag van tevoren doe je dat aankondigen. Dus het is een beetje paniek in... Hallo? Een beetje paniek in social media land. Dus het is ook best wel druk. Maar dat geeft niet, dat wisten we. Dat is de reden dat we vandaag hier zijn. Dus we gaan er een leuke dag van maken en ons proberen. In een pas houden. Precies. Ik eigenlijk, toen we het besloten. Beetje rare vraag weer, Suus dit. Maar, Maak toch die video's. Ik kop ze af. Nee, ik zet ze voor en jij maakt ze af. Kop ze in, weet ik er reden mee doen, dat doen. Ik snap wat ze wil zeggen, maar het is nog vroeg. Laten we het daarop houden. Maar we gaan ons proberen niet te ergeren aan de drukte. We weten dat het druk is. En we zien het wel. Mandy is zoek. Mandy! Mandy! Je moet nog een kaartje. Daar was ik eigenlijk naartoe onderweg. Wat is dat? We gaan een kaartje halen en we gaan naar binnen. Dit zou wel de sneeuwdingetjes moeten zijn, hè? Dat is die leuke van gisteren. Ja, van de parade. Nou, we zijn binnen. Het heeft even wat chaos geduurd. Sneeuw! Het sneeuwt. We vallen met de neus in de sneeuw. Maar je ziet het haast niet, maar het snoopt. Eerst even wat eten. Sandwiches. Is dat nu ergens anders? We begonnen met ons ontbijtje. We hadden eigenlijk gehoopt op even een vette bek. Want dat is, zoals Mandy dat al zei, van ik moet eigenlijk heel dit weekend is gewoon vet vreten. En, maar ja, het zijn croissantjes geworden, maar... Nou ben ik dat, dus namelijk dat zelf ook. Doe ik zelf ook. Maar men is het enige wat over heeft, chocolade croissantje. Want het winkeltje waar ze lekkere vette ontbijtdingen hadden... Het is niet vet ontbijt, het is gewoon een croque monsieur of een lekker beleefd broodje en alles gewoon. Nee, precies. Nou, ik vind een croque monsieur... Het is geen vette bek. Een croque monsieur is een vette bek. Er zit een partij kaas op, daar word je eng van. Dat is lekker. Precies, dat is lekker. Maar croissantjes waren ook best lekker, maar het was niet croque monsieur. Dus jou het goed. Ik heb je kind ontvoerd. Heb je ook even rust? Ja, ik liep gisteren. Liep ik bij die kinderwagen. Ze werd ik minder. Het ding is voor me ook open. Of, ja, is ook gewoon open. Is ook een tijdje dicht geweest. Is ook niet zo heel grappig hoor. Het is wel leuk als met kinderen dat je een beetje kan zien in een fort. Ga naar binnen, hè? Suus gaat gelijk het winkeltje in. Suus die heeft bij Steffi en Dave heeft ze knabbel- en babbelhandschoentjes gezien. Die moet ze hebben. Kijk, Phantom Manor daar in de zon. Dicht nog steeds. 19 februari gaat hij open. 16 februari. Half februari in ieder geval. Dat is wel leuk hoor, de mensjes. Ze lagen daar bij waar nu Zero ligt. Waar? Die is wel leuk. Waar nu Zero ligt, daar hadden ze die dingen.
Die schaal, ja. Ik vind sowieso dat hier in verhouding met normaal erg weinig kleren hangt. Oké, we hebben geen iPhone, maar dit is wel heel schattig. Bernard en Bianca. Dat is een koekjesding. Zoiets. Nee. Is alleen petten zo te zien? Of petten, mutsen? Nee, hè? We komen dus net uit het winkeltje van Frontierland, waar dus Suus de handschoentjes te koop zouden zijn. Maar die hebben ze dus gewoon niet meer. Dus Suus was in eerste instantie een beetje verdrietig. En we lopen buiten. En daar stond een ding met allemaal andere handschoenen. En er lag dus nog ergens verdwaald. Leggen ze nog! Dus ze hebben ze gewoon! Dus Suus is blij. Er staat serieus een wachtrij voor de Fastpass. Er staat een wachtrij voor de Fastpass, jongens. Laat dat even bezinken. Een wachtrij. En niet een kleintje, hè? Een wachtrij voor de Fastpass. Middenop, dit is wat ik bedoelde. Middenop. Snap je? Please, yes, thank you very much. Wachtrij voor de Fastpass. Ik ben ervan verbaasd. We gaan nu even kijken, wat gingen we ook weer daar doen bij Chaparral Theater? Ook kijken hoe ver ze daar eventueel mee waren. Ze is blij met de knabbelen. Maar het leuke is dus, dat ja, Suus wist dat kennelijk wel, ik niet. Ik moest ze even gewoon zo houden, schat. Zo. Het is dus echt knabbel en babbel qua handschoentjes. Superleuk. En oortjes. Dus Suus is blij. Suus, is al. Suus, de hele weekend is al gewoon klaar. Suus hoeft niks meer nu. Daar is de speeltuin. En kennelijk is daar ook in dat winkeltje iets. Woody staat daar normaal gesproken. Maar we kunnen inderdaad gewoon... Dat is het dichtstbijzijnde. Opnames. Bij Auberge de Cendrillon. Kerstdonald. Geen idee wie dat is. Het zal weer een vreselijk cultuurbarbaar zijn of zo, maar ik ken hem niet.
Is dat een bekende? Kennen wij hun? Van jou staan. Een hele familie met een klein meisje. Wel schattig. Ze hebben echt een schattig jurkje aan. Te cute. Echt geen flauw idee. Nou, we staan eigenlijk nou te Molly Brown, die hebben we heel lang niet meer gedaan. Bik staan hem op de achtergrond. Jus er ook bij. Ook op de achtergrond. We hebben net gewoon serieus, je gelooft het niet, bij Cowboy Cookout gegeten. En het was zo lekker, ik ben het gewoon helemaal vergeten te filmen. Maar iedere keer als wij hier zijn, heel afgelopen jaar, was die of net dicht, of wij werd verbouwd, of er was wat anders aan de hand, of er was een event. Dus we hebben een jaar lang niet bij Cookout kunnen eten. En dat was open. Dus we hebben, nou ja, je zei het al, waarom is het, wordt het gezien als lunch? Het is gewoon veel. Ja, het is, het is, veel maar dat is het leuke van Cookout. Het is gewoon, gewoon lekker. En ik had de wat is dat ding? De chefs. Nee, de sheriffs nee, menu. Had ik ook. Dat is kip, worstje, sperrips. Dus patatjes erbij. Echt gewoon goed. Lekker zitten kamer, lekker zitten kamer. Maar we staan nou dus op de Molly Brown. We gaan. We zijn los. Riverboat landing. Phantom Manor daar. Het is gewoon klaar in principe aan de buitenkant. Dus alle lampjes branden ook al. Alles is weer af en zo. Maar hij is nog dicht. Hij gaat 16e zou die open gaan als het goed is. Heb ik net gehoord. Of de 19e. Ik weet het ergens. 16e? Ja? November? Nee, februari. Helaas. Dat was gisteren. Ja, nee. Is niet gelukt. Niet gelukt. Ligt aan de mountains in de zon. We gaan even een stukje varen. Big Thunder. Het schijnt nog steeds dat de rook het nog steeds niet doet. Er komt gewoon iemand voor me staan. Eigenlijk... Ja? Eigenlijk moeten we hem dan nog wel gaan testen om het zelf te zien. Of ja, dat sowieso. Hij moet gedaan worden, anders is het tripje niet compleet. Het nieuwe Chaparral Theater. Die zijn ze dus nu aan het bouwen. Het schijnt groter te worden, maar niet zo groot als dat diegene in Florida, waar de Lion King gehouden wordt. Ja, dat is wel gewoon een... deze wordt ook maar aan één kant, dus niet zo dat je er omheen zit. Dus lekker te vissen, nog steeds. Ja, wel minder kleren. Zij moet alleen niet met het bootje gaan vissen. Komt niet zo ver, denk ik. Nee. En dus achter deze muren, zeg maar, daar ligt de grote broer van de dame waar we nu op varen. Mark Twain. Ja, dus hier zit Mark Twain, die wordt hier in verbouwd. Eigenlijk is het nu nog een soort tombe. Ja. Mortuarium. Ze gaan hem nog opknappen. Hij schijnt terug te komen. Ergens 2020 heb ik me via laten vertellen. Maar eerst zien, dan geloven. Randy van de kerstman. Is dat Rudolf? Hij heeft geen rode neus. Afgelopen naar een paar whisky. Gaat best. Zouden de geizers het doen, vraag ik me af. Dat gaan we zo zien. Geizer? Heb je een geizer point? Is geizer, hè? Ik denk het, ik hoor niks. Als hij het echt wel gehoord had, denk ik. Is dat nou een echte vogel die er op de rand zit? Of neppen? Op de... is het misschien een neppen? Hij bleef wel heel lang op dezelfde positie. Hij doet het ook echt. De geizer doet het.
Alle twee? Hebben ook dus serieus heel lang niet meer gewerkt. En daar is Ventamena weer. Oh. Ja, een dino-skelet? Wauw. Ben je daar echt nog nooit op geweest dan? Nee. Waarom zijn we dat net niet alsnog gegaan dan? Ik dacht dat het echt was, echt bij de wachtwijzer. Nee, ja. Leer jij nou serieus, ga je mij nou vertellen dat je gewoon serieus nieuwe dingen leert van Disneyland Parijs? Ja. Wauw. Dan weet ik haast zeker dat jij ook nog eens een keer dadelijk in Florida ook nog nieuwe dingen gaat zien en leren. Alvast. Dat maakt het alleen maar wel, dat is wel het leukste, zal ik zeggen. Dat maakt het tripjes leuk. Nog even wachten. Februari gaat de pas weer open. Zoals de Phantom in het Frans intern zeggen, helaas. Waar zijn we dus nu? Die beschadigingen bovenop, zeg maar. Dat is dus naar het oorspronkelijke ontwerp. Want dus als je de oude foto's gaat kijken, van een jaar geleden, was dat dus niet. Dus ze hebben hem echt meer beschadigd gemaakt. Net als die bordjes en de dingetje aan de zijkant, dat was ook niet. Beweegt het een van de dingen? Kan je het nou wel goed zien? En nog steeds niet. Dat moet je echt in de avond zien, denk ik. Ik wil graag even alle wiskundigen vragen hoe het nou zit met het bovenste balkonnetje voor het raam en dat scheefgevallen stukje steunpilaar. Dat het zo kan staan. Dat het zo kan staan, terwijl de leuning nog steeds gewoon recht is. Ja. Ja, dat is heel raar. Comments below, please. Maar dit is dus Phantom Manor, hè? Ja, Suze Mandy. Klaar voor? Hallo! Oh gosh, I don't think I can ever thank you enough, but I'll sure try. Thanks everybody, but this is the best Christmas ever, and it's all because of you. And I think we have time for one more song before our special guest arrives. Oh, so good that you can have a break. You better watch out, oh. You better not cry. Boy, I see.
Volle dag Disney vanaf vanmorgen vroeg tot er niet tot sluitingstijd, want ze ging om 12 uur dicht. Nee, 10 uur. 10 uur dicht. Ah, kijk naar mijn neus, ik heb koud. Giuseppe, rode neus. En dat is niet van de alcohol, maar gewoon van de kou. Ik heb hetzelfde, maar wat is iets voor jou? We zijn er een beetje klaar mee. Het is veel te koud. We gaan even naar Earl. Earl sandwich, broodje halen. En dan zien we dat weer. Houden we het voor gezien vannacht. Vanavond, vandaag. Maar het is in ieder geval weer een geslaagde dag. We hebben niet heel veel kunnen doen, maar wat we gedaan hebben. Het was druk, het was rommelig, het was gezellig. Wel veel shows gedaan, inderdaad. Een aantal dingetjes die we nog moeten doen. Maar dit was onze volle dag Disney. We gaan een lekker hapje eten. En daarna terug naar het hotel. Tot de volgende!